De voorbereidingen om te komen tot het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier zijn in een ver gevorderd stadium. Dit bevestigt de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Patrick Pengel, tegenover onze nieuwsdienst. De bewindsman zegt dat gegadigden binnen niet al te lange tijd worden uitgenodigd voor de openbare aanbesteding. Het ministerie zal daarna verder vormgeven aan het project. Het is een tracé van 65 kilometer dat gebaggerd moet worden. Vanaf de aanvaarroute tot en met de havens. En we praten over een aantal miljoen kubieke meters dat gebaggerd moet worden. En de diepte die gerealiseerd moet worden is dat we ongeveer een pakket tussen de 1,30 meter en 1,70 meter zullen uitbaggeren. En dat dus, waardoor dus de rivier beter toegankelijk wordt. Het zal ook verbreed worden. Op sommige plekken is de breedte niet meer dan 30 meter, terwijl het oorspronkelijk 70 meter moest zijn. Dus we gaan de hele vaargeul aanpakken, zodat de schepen weer efficiënt geladen kunnen worden. Dus de uitgaande schepen en dat ook beter geladen schepen of efficiënt geladen schepen ook weer de haven of de rivier binnen kunnen komen naar de haven toe. Op dit moment is het, kan het niet efficiënt geladen worden om te voorkomen dat de schepen vastlopen. Pengel zegt dat de vaargeul behalve dieper ook breder moet worden. Dit zal volgens hem vele economische voordelen hebben voor Suriname. De aanbesteding zal binnen een week plaatsvinden, waarbij dus de pakketten naar de verschillende partijen, dus de baggerbedrijven, opgestuurd zullen worden. Er is dus tussen dit moment en de prijsvormingsfase en dan zowel de financiële onderhandeling als de technische onderhandeling om te komen tot twee overeenkomsten, want het project moet ook gefinancierd worden, zal er wij schatten in een 4 tot 6 maanden zitten. Dus laten we het proces even uitleggen. Nu zal het programma van eisen opgestuurd worden naar de geïnteresseerde baggeraars. Daarna is er een periode van inlichting waarbij ze dus vragen kunnen stellen. Er is een periode dat wij als opdrachtgever met ons ingenieurbureau de vragen zullen moeten beantwoorden. Daarna gaan de bedrijven hun calculaties maken. Ze zullen ook de gelegenheid geboden krijgen om ook naar de verschillende locaties te gaan die ze willen verifiëren. Maar de meetgegevens zijn onderdeel van het pakket. De laatste meetgegevens die door de massa zijn uitgevoerd. Aldus minister Patrick Pengel van OWTNC. Zijn ministerie treft thans voorbereidingen voor de openbare aanbesteding ten behoeve van het project Uitbaggeren Vaargeul Suriname Rivier.